Novaco Gamers Lazier. Welkom terug bij meer The Kingdom. Welkom terug bij meer Atla. Ik was hier heel rustig bezig met het buigen aan mijn heilige ei. Oh, heilig ei. Het wandelde ik deze kant op en toen zag ik dat mijn bos in de hand stond. Oh man. Waarom moet ik trouwens ook geen eten bij me? Dat is echt weer bril fucking jant. Eten en dan mijn bos redden. Ik heb echt geen zin dat Atla helemaal afpikt. Eiland, maakt me ook eigenlijk niet uit hoe het hier heet. Ik wil niet dat het afpikt. Anders hebben we straks hardgekookte eitjes. Nou, ik niet van. Ik kan van mijn eitjes zacht gekookt, hè. Dat valt op zich wel mee. Net was het veel erger. Net was het allemaal veel erger, joh. Oh, geen paniek. Gaan we dit eens even uitpissen. Wacht even. Hoe komen we hier boven? Heb je er iets van ding? Ja. Zo, die. En dan die, en die, en die, en die, en die. Zo. Hey, oh, vuur. Dat is uit. Goed zo. En... Oh, wow, 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 wow. Huh? Yo, vuur. Wat? Huh? Wie is hier dood gegaan? Wie of wat is hier dood gegaan? Er is hier dus iets van iemand geweest net. Want dit ben ik dus niet geweest. En... Holy fuck, ligt hier een Ender Wand. Geef me die eens eventjes. Hoe komt dat hier nou, joh? Dit weet ik serieus dus niet, hè? Hier kom ik echt... Dit is niet gescript. Er ligt hier gewoon een Ender Wand. Een Empire Wand. Holy fucking shizzle, hey. Wie is hier net op eiland geweest? Dat zal waarschijnlijk dezelfde figuur zijn die mijn bos in de hands heeft proberen te juken. What the fuck, hey? Dus echt dat je niet denkt van dat dit in scène is gezet, dat is het dus niet. Dit heeft niks met roleplay te maken, er is hier gewoon iemand op mijn eiland geweest. En die heeft eten achtergelaten, dat is toch wel even aardig. En pijlen. En cocoa beans en een Empire Wand, dat is de enige die ik kan bedenken. Ja hoor, daar is die weer. Achtananananatos. Wat een eikel ook. I got your Ender Wand. Haha, I'm gonna spelen met de Ender Wand. Zet allemaal op. Spark. Pew. En explosive. Pew. Oh, dat is leuk. Daar wil ik vaker mee spelen. Dat. Bang. Boom. Oh, zo heeft hij alles in de hands gejuked. Confused is ook een leuke. Let op. Boom. Nou weet ik hoe die gast mij te pakken kreeg de vorige keer. Holy fucking shit, ik ben dronken. Not good. Not good. Oh, oh, oh. Ik loop recht. Denk ik. Het zou best kunnen dat ik zo scheef ga als een pinda. Wow. Dat mag op zich best wel weer ophouden. Het wordt nou best wel vervelend. Ga weg. Confuse. Schiet op. Confuse. Ophouden. Holy fucking moly. Ik vermoed serieus dat Empire hier op mijn eiland is geweest en mijn eiland in de bos heeft gestoken. Nee, mijn bos op het eiland in de brand heeft gestoken. Dat vermoed ik, want dit vuur dat is het niet geweest. Daar heb ik speciaal die bomen erboven weggehaald. Voordat ik die vuren aanstak. Deze boom die ging op zich wel in de fik, maar daar heb ik ook de vines weggehaald. Ik weet wat hier nou aan de hand is. Not good. Ik ga het eens even navragen, jongens, of dat er iemand van Empire op mijn eiland is geweest. Iemand het gezien heeft. Er is verder ook niemand van Atla online die dat gezien kan hebben. Dus daar schiet ik ook niks mee op. Maar... Burp. Ik zit ondertussen te boeren. Dat is echt niet normaal. Ik zit lekker een drankje te drinken. Wat met. Auw! Godslaan. Er zit... Auw! Er zit energiedrank in mijn oog. Not good. Auw! Dat is zeer. Auw, man. Grote godheid zeg. Grote heilige kip nog aan toe. Energy drank hier. Auw, wacht even jongens. Auw. Fucking hell zeg. Dat is zeer. Fucking shit, dat bijt als een malle. Wacht even hoor, dat gaat echt niet goed. Auw. Hoe zeer. Regel nummer 1, geen energy drank meer drinken terwijl je aan het opnemen bent, Lars. Gaat alleen maar mis. Man, 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 man. Nou, we toch hier zijn, hier in de tempel. Ik ben bezig geweest met het... Auw, wacht. God de god zeg. Niet leuk. Dat spul bijt als zwavelzuur. Misschien is het dat ook wel. Met een kleurtje. Nou, even niet meer zo aanstellen, Les. Gewoon doorlopen. Hier ben ik een tunnel aan het bouwen. En iemand heeft die fakkels opgehangen. En dat heeft hij alleen aan de linkerkant gedaan. Heel fijn. Fakkels horen ook aan de rechterkant. Anders kan mijn compulsive disorder ding niet echt goed meer functioneren. Dus ik weet niet wie die fakkels hier opgehangen heeft. Maar alsjeblieft, doe ze ook even aan de andere kant. Kan ik ook weer rusten in vrede. Wat is dit? Hier zit iets onder. Oh, nee, toch niet. Ik dacht, er is hier iets heel spannends. Het is heel spectaculair. Er blijkt er gewoon niks te zitten.
Dat is dan weer jammer. Hier onze haven die gaat ook lekker vooruit. Woppa! Kijk, daar zijn de trappen die de vorige keer niet te zien waren. Dan kan je zo van de ene boom zo naar de andere boom. Hier was ook iets nieuw, geloof ik. Ze waren hier bezig met het bouwen van een ministerie van Defensie. Daar was Frank tenminste mee bezig. Er vliegen hier gewoon tafeltjes met kaarsen. What the fuck, jongens, wat is hier nou allemaal aan de hand? En dit schijnt het ministerie te worden. Ik vind hem nog niet echt heel daverend. Dus Frank, als je hier nog mee bezig bent, gaan we eens even een beetje afmaken, joh. Ziet het er niet uit. Kantoor van het minister... Kantoor van minister van Defensie. Oh ja. Nou, de minister van Defensie die leest graag boeken, zo te zien. Wat gebeurt hier? Oh, ik dacht dat het een knop was. Is het gewoon een dingetje. Wachtkamer. Moet ik helemaal naar boven om te wachten? Ik heb er geen zin in. Wat zo. Kantoor. Alleen betreden met toestemming. Ja, fuck jou, minister van Defensie. Ik ben de koning hier op het eiland, dus ik mag gewoon doen wat ik wil. Wat is hier? Oh, dan mag ik hier zo gaan zitten. Oké, okay, aardig. Oh, wacht, ik moet natuurlijk hier zitten, want ik ben ook een beetje de minister van Defensie. Zo, bababababab. Heb jij genoeg kippen neergeschoten vandaag? Nee, minister. Dat heb ik niet, want kippen zijn heilig. Ik heb je toch opgedragen om kippen neer te schieten? Ja, dat klopt. Waarom doe je dat dan niet? Fuck jou, minister. Fuck jou. En dan gaan we gewoon weer weg. Zo werkt dat hier op Adla. Hoppa, ga naar beneden, ding. Zit ik hier nou vast? Nee, toch niet. Gelukkig, ik was al bang dat ik vast zat op het kantoor van de minister van Defensie. Dat zou toch een ramp zijn. Hoppakee, lekker naar beneden, jongen. Zo. Hier is dus het, een klein... Wat is het eigenlijk? Een zeedorpje, zou ik het maar noemen. Het is nog echt heel klein. En ik wil hier wat meer gaan bouwen. Alleen, mijn ideetjes zijn een klein beetje op. Dus als jij nou zoiets hebt van, ik heb een cool idee om hier in dit dorpje te gaan bouwen. Zet het dan alsjeblieft in de comments neer. Dan ga ik er eens even kijken of dat ik daar wat aan kan gaan doen. Of dat ik een van mijn Adlanen de opdracht geef om dat te gaan bouwen. Dat is ook nog wel een mogelijkheid. En dan zie jij je bouwwerk misschien binnenkort weer terug. Want ik wil wat meer met de interactie gaan doen, jongens. Ik klets wel de hele tijd tegen jullie. Maar ik wil graag wat meer interactie. Dus ik ga gewoon aan jullie vragen om een bouwwerk achter te laten. Misschien is dat wel iets. Dat hoeven geen hele grote dingen te zijn. Dat mag ook iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld een schuur of een stal of een silo of een weet ik veel wat. Moet je dat allemaal bedenken. En dan gaan wij eens even kijken of dat we dat kunnen bouwen. Zal het wel lukken, hè? Ik heb vast genoeg goede bouwers om dat helemaal naar elkaar te fixen. En dan zijn we weer bij de tempel. Heb ik voor niks een tunnel gebouwd. Ga ik alsnog dwars de jungle terug. Man. Lekker bezig, Lars. Lekker bezig. Oh, heilig ei. Dan gaan we eens even kijken of dat mijn bos ondertussen niet nog een keer in de hens gejukt is. Anders dan ga ik echt Empire aanvallen de volgende keer. Daar hou ik niet van. Mensen die mijn bos in de hens juken. Nee, bos staat niet in de hens. Hartstikke goed. Welkom gamers, hier ga ik het belaten deze keer. Ik had energiedrank in mijn oog. Ik had waarschijnlijk bezoek van de Empire. Ik heb een Empire Wand gevonden. En dat vond ik eigenlijk wel weer genoeg. Kan ik nog een trucje doen? Flamethrower! En dan zie ik jullie de volgende keer. Zullen we eens kijken of dat we in plaats van 1000 duimpjes, of dat we er... Ho, maar. Ding. Met mijn ding laten vallen. Zo. Fuck. Hey, kijk, dit is een zwaard. Dit is een Empire Wand. Dit is een stuk steen, dit is een wortel. Ik ga het zo over met een wortel. Woe! Hoe krijg ik dat ding weg? Ik blaas heel aflopen als dit zo doorgaat. Oh man, disconnect. Werkt dat dan? Opheid zeg. Waarom is dat ding zo... Hè? Het het klikt hier een beetje. Fuck jongens. Houdt hier een donker wolkje bovenaan plaat. Apart. Paco Gamers, ik wilde jullie gaan vragen. Zullen we eens kijken of we dat in plaats van 1000 duimpjes 1500 duimpjes kunnen halen? Want de afgelopen livestream zat richting de 4 freaking 1000. De aflevering van 2 dagen geleden geloof ik richting de 3000. Dus zullen we eens kijken of we de 1500 kunnen halen. Lijkt mij een mooi doel. Ik ga eens even kijken of dat jullie dat kunnen lukken. Vergeet niet om een comment neer te zetten met iets wat wij moeten gaan bouwen hier op Atla. Ik ga uitzoeken hoe ik dit vreselijk irritant donderwolkje wegkrijg. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer The Kingdom hier op Atla. Mazzel!